Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Professor Layton en de Miracle Miles. Dit is aflevering 2 en in de aflevering 1 hebben we eigenlijk maar één puzzel gedaan en een groot gedeelte van de story kunnen ondervinden. We hebben in ieder geval al twee mooie hintmuntjes gevonden, dus dat is ook allemaal interessant. Ik hoop dat we nu wat meer puzzels mogen gaan doen. Als er een uitroepteken in beeld komt, dan komt er in ieder geval een puzzel, dat is niet veranderd met de oudere games. Is dit de grote clownballon die we eerder zagen? Oh ja, dat is dat. Dat is een constatatie, niet een vraag. Hoe krijgen ze zo'n ding in de lucht? Ja, met magie? Nee. En ook niet met magische poeder. Ik denk dat hij voorlopig niet vliegt. Dat denk ik ook niet. Natuurlijk is hij kapot gegaan, alle commotie. Oeh, we horen iemand huilen. Dat willen we natuurlijk niet. Er staat dan ergens een clown die aan het huilen is. Oh, dan moeten we zo wat meer in gaan zoomen. Laten we dat doen. Oh, het is niet de clown zelf, maar een meisje. Hallo, wie is het? Oh, dit is het kleine meisje dat aan het huilen was. Mami! Ze heeft in ieder geval geen pijn, dus dat is mooi. Niet huilen, wat is je naam? Mijn naam, mama, sniffen. Oh, Bonnie. Het heet Bonnie. Ze is verdwaald. Ze is haar moeder kwijt. Nu moeten we ze reuniten. Dan komt de volgende puzzel, jongens en meisjes. Waar is moeder? Het kleine meisje heeft haar moeder verloren. Ze zegt... mijn moeder heeft rood haar. En... Ze heeft een roze handtas met een beer erop. Oké. Maar dat is dan niet zo moeilijk, toch? Oké. Even kijken. We gaan kijken wat er nog meer staat. Als we op het scherm kijken... Dan zou alleen D het antwoord kunnen zijn. Maar C zou het antwoord ook kunnen zijn. Want ze heeft rood haar en die beer kan ook aan de andere kant op de handbak zijn. Oké. Er is een groep aan het praten dichtbij. A zegt... Kijk hoe stylish iedereen is vandaag. En B zegt... deze handtas is niet van mij. Dus die B met de blauwe en de ster erop... die heeft niet de goede handtas. C zegt... Hey, ik zie er misschien vrouwelijk uit, maar ik ben een man. Oké. D is... mijn handtas is blauw. Oké. En E zegt, dit is niet mijn tas. Het heeft het verkeerde patroontje erop. Oké, dan weet ik het antwoord al. Dan is B het juiste antwoord. Want de tas van E hoort bij... de tas die B heeft, die hoort bij E. De tas die E heeft, die hoort bij D. En de tas die D heeft, die hoort bij B. Dus B is de moeder van het kindje. Ik heb het Gucci. Lekker hoor. Ah mam, daar ben je. Don't mention it, just doing my duty as a gentleman in training. Nice. Goed gedaan, Luc. Ik ben trots op je. Mooi zo. Nou, terug naar de case. Ik denk dat Angela's huis een stukje verder is. Kijk, nu mogen we eventueel verder. Even kijken of hier nog ergens...
hintmuntjes zijn? Nee. Oké, zoom out. Dan gaan we terug naar de map. Oeh, wacht. Die man stond er net nog niet, toch? Oh, toch wel. Ja, laten we naar de volgende plek gaan. Kijk, een politieagent. Misschien is hij ook hier snel naartoe gegaan om wat getuigenverklaringen bij elkaar te rapen. Even kijken wat hij kan zeggen. Even kijken of er eerst nog ergens hintmuntjes zijn. Kijk, dat is één hintmuntje. Kijk, hintmuntjes zijn altijd erg interessant. Oeh, er zaten er hier wel vier. Oké, laten we met hem gaan praten. Oh, hij heeft geen puzzel, helaas. Misschien is die gast met de Miracle Man, hier ergens in de buurt. Maar ik zie hem nergens. Zie jij hem? Nou, ik denk dat die meneer al lang weg is gegaan. Ik wist dat ik mijn spruitjes niet eerst op had moeten eten. Wordt dit volle buik, maar lege cel. Zet. Asdorian Police. Oké. Okay. Moet 24-7 aanstaan. Maar alsnog gaat de, lacht de gentleman. Oh nee, dat is niet waar. Ik dacht smiles. Dat is met dyslexie wel lastig. Dus ik probeer niet alles te vertalen hoor. Maar in ieder geval, de gast die is al erg ver voor ons. Het lijkt wel een soort van superschurk. Lol. Oké. The Case of the Living Paintings. Wat? Living Paintings? Ik wist niet dat er een case was van levende schilderijen. Oh, dat ben ik vergeten te zeggen. Ik hoorde het toen ik zelf wat aan het onderzoeken was. I can tell you. Oké, hij gaat nu vertellen wat de levende paintings zijn. How would you feel to if you saw a painting pop out of its frame and start wandering around? Harry Potter. we seized a lot of them as evidence. Oké. Spannend. Dit is een goede reden om een galerij te sluiten. Ja, het is alleen zo jammer voor al die toeristen. Normaal is de galerij een van de top tier dingen om hier te doen. Een art gallery located in the heart of the desert. It's a dream destination for tourists. Dat klopt, ja. Het is makkelijk te vergeten dat buiten deze hele grote stad alleen maar zand ligt. Ja, dat is even goed om te weten. We zitten dus midden in een woestijn. Ja, vertel mij wat. Ik zie niet wie er zoveel moeite doet om hier te komen. Oké, dit is vooral wat minder interessant. Kijk, we kunnen in ieder geval rechts om het gebouw heen. Dat is interessant. En er staat hier opeens een meneer. Met een puzzel. Oh jee, dit was de gast die we uit de ballonnen hebben bevrijd. Hij is overal posters aan het plakken. Ja, we hebben je geholpen met de ballonnen. Dat klopt, ja. Darlings from the Plaza. Ik ben, alleen maar poster voor de ringmaster aan het opplakken. Oh, ik heb de posters, door elkaar geschud. Hoe kan ik nou weten welke is? Oké. We moeten hem weer helpen met iets. Oeh, spannend. Hij is vrolijke posters aan het ophangen op de plaza, maar opeens krijgt hij het gevoel dat hij...
Oh, en dat hij niet meer weet welke is. Kan je hem helpen te vinden welke poster hetzelfde is als de poster die we nu op het beeld zien? To have a closer. Oké. Kijk, zo kan ik de poster draaien. Zo kan ik zien of de poster hetzelfde is. Dus hier staat een mannetje met een vlaggetje. Ho, andere kant op. Dat is best lastig. Oké. Ja, die zit erin. Mannetje, ja. Ho. Hier één ballon. Vlagje naar rechts. Oh. Heksje met twee ballonnen. Groot beest. Oh, hij heeft een andere staart. Zie je dat? Deze heeft wel de juiste staart. De ballonnen hangen ook goed. Oh. Dit klopt tot nu toe ook allemaal. Ook de toeter. Mannetje klopt ook. Fuck, hij gaat te snel. Die klopt. Ik denk dat dit de goede is. Dan gaan we even kijken of we iets... aan deze poster kunnen vinden wat niet klopt. Oh. Deze heeft hier geen hoed op. Oké. Dus deze is inderdaad ook niet goed. Dan moet dit de juiste zijn, B. I'm going for it. Lekker, Emmy. Volledige punten. Kijk, weer een puzzel gecomplete. Fabulous, fabulous. Ja, ik ben de beste Bungie. Bungle. Bungie? Bungle. Zoiets. Forget the masked gentleman and his silly miracles. Zo. En we hebben hier ook al heel veel hintmuntjes gevonden. Dus laten we gewoon naar de volgende gaan. Oeh, we hebben hier een soort van shop. Als we deze straat uitgelopen zijn, dan komen we waarschijnlijk bij het huis van Angela. Dus waar wachten we nog op? Ik schiet op, slomerikken. Oh, een beetje slomerikken ons noemen, hè? Dat is echt helemaal niet aardig. Eerst even kijken wat hier te investigate is. Kijk, een hintmuntje all the way. Oeh, een puzzel met een auto. Degene die deze auto heeft ontworpen was geen amateur. Het is een mooi handgemaakt. Speelgoedauto's zijn oké. Maar ik heb liever van die zachte, speelgoed. Daar waar ik lekker tegenaan kan liggen. Oké, what the fuck. Ik hou wel van autopuzzels. Wil je één oplossen, professor? Oh nee, Emmy gaat een puzzel aan Luc geven. Dodgem Detective. Even kijken. De foto hierboven was gemaakt. Even kijken, de foto die was gemaakt toen een groep vrienden van die karts aan het rijden was. Of een beetje botsauto's. Degene die de foto heeft gemaakt zat in een witte auto. En ze was
ze keek vooruit. Oké, okay, dat is goed om te weten. Waar was ze aan het... Ja, waar zat ze toen ze de foto nam? In welke witte auto? Dus we moeten een witte auto aanklikken waar deze foto genomen is. Om het jullie makkelijker te maken, is het misschien... Nou ja, is het misschien wel interessant om even te zien welke auto's we kunnen kiezen. Dus dat hebben we hier. We moeten een rode met een groene er tegenaan en een gele zo. Ik zat hier naar te kijken, maar dat kan niet, want de foto wordt genomen vanuit de witte die vooruit kijkt. Deze kan ook niet. Dit is de enige die kan, want er is geen blauwe auto te bekennen. En deze auto's die staan precies zo zoals op de foto. Dus dit moet het juiste antwoord zijn. Dit moet het juiste antwoord zijn. I thought about it and... Hij is goed. Ik ben blij. Well done. You have just bumped my opinion of you. Kijk. Dat was erg makkelijk. De professor nummer 1 apprentice gaat nooit een challenge uit de weg. Oké. Okay. Ah, oké. Okay. Oeh, hij heeft ook een puzzel, deze man met zijn haaknees. Step right up, walk right in. Cor, hij heet Cor. Kijk eens naar al die, al dat speelgoed. Laten we eens kijken. Er zijn er best wel wat. Luke, hoe vind je zo'n Triceratops? Het is mooi, maar ik heb liever een beer. You have an eye for cute things, okay? Been dazzled by the splendor of the ride, okay? Ik ben benieuwd. Geef mij eens... O Venus, O Aphrodite, allow me to present you with this humble robot puzzle. Het gaat hier om een robot puzzle, okay. Deze robot komt in 4 gedeeltes. Een hoofd, een lichaam, armen en benen. Om deze stukjes aan elkaar te voegen moet... even kijken. Dan moet je ze in een van de gele dozen stoppen. En dan de switch aanzetten. Het enige probleem is dat je niet precies weet in welke manier ze gedropt worden, zeg maar. Dus de bedoeling is... om die stukjes zo neer te leggen dat ze in één keer goed vallen. Dus we leggen ze eerst wel allemaal... Oké. Okay. Deze werd als eerste gezet. Oh, dus wacht, dit zijn de legs. Wacht, dit zijn de voeten. Oh, dit zijn armen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dit zijn de voeten, die moeten hierin, want die worden als eerst neergezet. Dan moeten we de body hebben, maar ik weet even niet, dus laten we weer maar even wat doen. Kijk, die zijn goed. De body moet op de plaats van de armen en dan omgedraaid. Dus de body moet op de plaats van de armen, maar dan... omgedraaid. Dus als het goed is, zit die dan goed. Dan moet deze, als het goed is, hier. Zo. Zo, even kijken hoe dit zit. Krijgen we eerst de benen, de body, de armen. Oké, okay, dus hij moet precies zoals we hem net deden. Alleen met die omgedraaid. Zo. Kijken of die zo klopt. Ah, oh, andersom. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Die was niet... Deze was ook niet zo heel moeilijk. Kijk, zo.
go. Nice. Opgelost. No match for my wits. Nu is de robot volledig gemaakt. Exquisite. Goed gedaan. Oh, we krijgen nu de Toy Robot minigame. Kijk, dat is altijd leuk. We kunnen meteen wel eventjes in deze aflevering gaan kijken wat er in die Toy Robot minigame te doen is. Even kijken. Guide your wind-up robot around the hazardous course to reach its goal. Okay. Ja, duidelijk. Hier stopt hij dan, ja, duidelijk. Als hij eindigt op zo'n belt, dan gaat hij met de belt mee. Hij mag volgens mij niet door zo'n muis geraakt worden. Oh, nee. Hij mag niet op hetzelfde moment op hetzelfde vakje staan. De Golden Key. Oh, dan maakt hij alles kapot als hij zo'n Golden Key heeft. En dan moet hij de end goal reachen. Oh, je moet wat? Oké, je moet dus exact op het rode plaatje eindigen. Dat is het idee van deze puzzels. Kijk of er al een puzzel in staat. Ja, er staat al een puzzel in. Ja, we kunnen alleen maar rechtdoor, dus dat is interessant. We kunnen sowieso niet naar rechts, want daar staat een muis, dus dan worden we doodgemaakt. Dus we moeten rechtdoor. Dan denk ik dat we weer naar beneden moeten. En dat we die kant op moeten. Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Easy peasy limoen squeezy. Oké, nou, deze hebben we in ieder geval gecomplete. Dus zo werkt die minigame, zeg maar. Laten we gewoon doorgaan met het spel. Oké, wat is hier? Dat is zo raar. We gingen maar één straat uit en het is net alsof we in een andere stad zijn. Dit is zo'n beetje de suburb. It's really dark, even darker than Miss Hillary. No doubt, the city's residents enjoy a dimly lit environment, the contrast of the glare. Ja, precies. Ik denk dat de mensen het fijn vinden om wat minder belichte dingetjes te hebben dan dat volle licht, zeg maar, van de hoofdgedeelte van de stad. Oeh, Frankie, oi oi, who are you lot? Another bunch of gospers, of gobbers. Eating up for a butcher's at the Ledore place. We hebben eigenlijk een uitnodiging gekregen om te komen. Niet zo snel. Oké, ik denk dat hij ons er niet door wilt laten. Wacht. Oh, dit is Narcissus. What's the matter here? I would hazard to... Say, you are on the verge of an altercation. Oké.
before we get into a terrible scuffle, I might suggest om het op een andere manier op te lossen voordat we gaan vechten met een puzzel. Wat heb je in gedachten? Ergens onder deze zilveren tumblers zit een bal. Alles wat je moet doen, is de juiste cup aanwijzen die de bal heeft. Dit is balletje. Oh ja, deze ken ik nog wel. Inderdaad, in de rechtse zou de bal moeten zitten. Intriguing. Don't worry, professor. Let me handle this one. Oké. We gaan het nog een keer proberen. Moet zo meteen maar eens opletten wat de bedoeling is. Hij zit nu rechts. Hij zegt hij zou in deze moeten zitten. In de derde moeten zitten. Ja. Hij zit in de vierde. En dat weet ik omdat hij die aanwees. Dat is het idee. Dus nu, dit gaat altijd fout. Dit kan niet anders dan dat het fout gaat. Nu vind ik dat ik als eerste mag kiezen. Oh, nu is Amy. Hun horen bij elkaar namelijk, die Narcis en die andere Pipo. Je wordt gewoon gescamd waar je bij staat. Kijk, als je hem volgt, dan zou die op de derde plek moeten zitten. Alleen hij wijst met zijn vinger, als je voor ons aan de rechterhand zeg maar kijkt, dan zie je dat hij helemaal naar de buitenkant wijst. Kijk. Ja, fuck. Ik weet even niet meer wat ik zei, maar hij zit in de laatste. This game is rigged, dat klopt. You're a little trick. I have no reason to object. Ik heb hem ook door. Ook omdat ik hem al ken. Kijk, hij zit nu in de derde omdat hij daarna wijst met zijn pink. One moment. If it's all the same to you, I would like to be the first to choose. This is my choice. Okay, and now we reveal where our ball is. En dat komt omdat hij hem dus aanwijst. Loser should be neither seen nor heard. Out of my sight. Lol. Wat een valsspeler is die bitch. Marvel performance. I have to say I'm very much impressed. Now it's time for me to make my dashing and graceful exit. Until next time. Okay, doei. Ah, didn't you see the trick? Ja, hij gaat nu uitleggen wat ik al heb uitgelegd. Dus laten we nu naar Angela gaan. Maar misschien mogen we eerst even zoeken naar hintmetjes. Want die gaan ons vast een keer helpen. Kijk, oké.
Nu gaan we voor de deur van Angela staan. Kijk, we zijn er eindelijk. Ik heb Angela in 18 jaar niet gezien. Ik ben een beetje nerveus. I can't even imagine how long 18 years must feel. Lol. Kijk, hintmuntjes. Kijk, oké, let's go. Daar heb je Angela, die stond op het balkon, zag je dat? Wat een mooie tuin! Dat klopt, ja. Oh, oh god. Een filmpie! Is dat Angela? Dat is Angela. I knew he'd come. So wonderful to see you again, Herschel. Het is fantastisch. It's good to see you again too, Angela. I'm very glad you came. Of course, I came as soon as I received your letter. I knew you wouldn't ignore our troubles, especially not with the Mask of Chaos involved. Oh, but where are my manners? Allow me to show you inside. Doe dat maar eens. Ik mag zelf naar binnen lopen. Dat betekent dat we hier de aflevering gaan beëindigen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dan zie je heel graag weer bij de volgende aflevering van Professor Layton en de Mask. Miracle Mask, sorry. Adios, amigos.